Hallo iedereen en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik korrelschelpen armbandjes maken. Zo zien ze eruit. En dat ga ik jullie vandaag allemaal uitleggen hoe dat moet. Want iemand vroeg op TikTok hoe dat dan moest. Ik zal hier de comment even plaatsen als dat gaat. Want ze vroeg dus hoe je armbandjes moest maken. En ik vond het heel moeilijk om uit te leggen op TikTok. Want dat is gewoon, je kunt maar een minuut filmen. Dus dat gaat niet echt heel goed. Dus dacht ik van, dan maak ik er een YouTube-video over. Zijn jullie benieuwd hoe ik de armbandjes ga maken? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. Oké, ik heb mijn camera even omgedraaid, want dan kan ik het beter uitleggen. Wat heb je nodig? Een schaar. Een lat. Ik gebruik deze twee tangetjes. Buigringetjes. Waxkoord. Korrelschelpjes. En dan nog een sluitingje. Die zitten bij mij in deze bak. Dus je hebt ook nog een sluitingje nodig. Ik neem nu eens een sluitingje. Zo. Een veterklem. Zo één. Ik wil niet scherp stellen. Zo. En dan eigenlijk ook een verlengstukje. Alleen momenteel heb ik geen zilveren verlengstukjes. Dus doe het eventjes zonder verlengstukje. Wat je als eerste doet is, je neemt je waxkoord en meet 60 centimeter af. Dat is de afmeting voor een armbandje normaal gezien. Dus, oei wacht, het is helemaal aan de knoop nu. Het is 60 centimeter. Ongeveer, maakt niet helemaal uit als het niet helemaal perfect is. En dat knip je af. Zo. Dan neem je je sluitingje en een buigringetje. Zo een buigringetje. En je neemt je twee tangetjes. Je kan er ook één gebruiken, maar ik gebruik er altijd twee. Want ik vind dat persoonlijk fijner werken. Je neemt je buigringetje. Wow. Buigringetje zo. En je draait die open. Oei, wacht. Zo. Zo ziet dat eruit. En dan ga je sluitingje erdoor doen. Zo. Zo wat scherp stellen. En daarna doe je je buigringetje weer dicht. Zo. Ik nu die weer dicht. Oké. De volgende stap is, rijg je buigringetje met sluitingje door het waxkoord. Dus zo. Nu zit dat erdoor. En dan neem je de twee uiteindes. En die neem je samen. Zodat dit hier nu in het midden, perfect in het midden zit. Zo. En dan ga je hier een knoopje in maken. Knoopje. Gewoon één knoop. Zo. En dan trek je goed aan. Zodat dat niet loskomt. Zo. Tada. Zo ziet dat eruit normaal gezien. Oké. Dan neem je 7 korrelschelpen. In principe is dat lang genoeg voor mijn pols. Je kan er ook minder nemen. Of meer. Dan moet je zelf even kiezen. Maar ik neem altijd 7. Zo. En dan gaan we de korrelschelpjes erop rijgen. Zoals je ziet heb je een bovenste koordje. Of heb je een koordje dat hoger ligt dan de ander. En deze, die hoger ligt, zeg maar, die moet je van boven rijgen door de korrelschelp. Dus deze gaat dan langs boven erdoor. En die andere langs onder erdoor. Zo. Als je het door wil. Zo. Die heb ik er net eronder door gekregen. En die langs boven. En dan ga je die zo aantrekken. Allebei heel goed aantrekken. En dan ziet dat er normaal gezien ziet dat er dan zo uit.
Zo. En dan ga je hier weer een knoopje in maken zoals je hier deed. Dus nu maak je hier een knoopje in. Zo. Zo. Dan ziet dat er zo uit. En dan zie je weer een koordje dat van boven ligt. Dat is deze. En die gaat dan nu van boven. Door de koude schelp. En dat ander koordje gaat dan langs onder erdoor. Zo. Zo. En dan trek je aan. En dan maak je er weer een knoopje in. Ziezo. En deze stap blijf je herhalen tot al je kauwgomschelpjes op zijn. Dus nu snap je ongeveer hoe het moet. En dat blijf je dus herhalen tot de kauwgomschelpjes op zijn. En dat ga ik nu ook doen. Dus waarschijnlijk ga ik dat nu versnellen. Want anders wordt het een heel lange video, denk ik. Oké, het armbandje is klaar. Dat ziet er zo uit. En wat je dan nu doet als alles klaar is, dan neem je je veterklem. En dat leg je door het touw. Zo. Met het ringetje naar de kant van de touw uiteindes. En dan leg je dit tegen de knoop aan. Zo. En dan ga je dan met de tang dichtknijpen. Zo dicht als het gaat. Zodat dat helemaal niet meer los kan. Dus dan moet je zo een beetje wringelen. Die wil niet echt dicht gaan, normaal gaat dat wel makkelijker. Maar die wil precies niet meewerken vandaag. Oké, voilà. Die is dicht, zoals je kan zien. Ik wil niet scherp stellen. Oké, zo. Zoals je ziet is die dicht en die kan er ook niet meer uit. Wat je dan doet, zijn de overige draadjes afknippen. Zo dicht mogelijk. Zo. Dat gaat nog dichter, normaal gezien. Maar dat doe je zelf maar als je dat wil. Mij stoort dat niet zo heel fel. Dus dan zit het armbandje eigenlijk is nu af. Het enige wat je nu nog moet doen is met een buigringetje en een verlengstukje door het ringetje gaan. Zodat je hem dan kan dicht doen, want je kan er wel een buigringetje aan hangen. Zo. Waarom moet ik dat niet scherp stellen? Dus ik neem een buigringetje. Zo. En dan mijn twee tangen. Ik doe het buigringetje open. En ga het door dit ringetje hierheen halen. Zo. En doe hem dan weer dicht. Dan kun je ook nog een verlengstukje aanhangen. Maar die heb ik momenteel niet. In dit kleur zilver. Zo. Dus het wel scherp stellen. Zo, je hangt een buigringetje aan. En dan kan je het dicht doen. Ziezo. En dan is je schapenbandje klaar. Zo.
Tadaa! Zo maak ik dus deze leuke schapenbandjes die ik net heb laten zien. Heb je dus nog vragen over hoe je het armbandje moet maken? Laat ze dan zeker weten hier in de comment. Of heb je nog leuke ideetjes voor sieraden? Laat ze dan ook zeker hier achter. Want dan wil ik zeker nog een video daarover maken. Oké, dus dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei!